Oh my god, een oordeur. Nee. Uit jouw oor. Nee! Ah. Hallo allemaal, ik ben vandaag op de Parade en dat is een theaterfestival. En dat speelt altijd in verschillende steden. En dit jaar was dat Eindhoven, Den Haag. Nu speelt het in Utrecht en het gaat ook nog naar Amsterdam toe. En de Parade heeft eigenlijk een heel speciaal plekje in mijn hart. Want ik ben een soort van paradekindje, omdat nou ja, mijn bonusfamilie en mijn moeder en zo, die maakten allemaal voorstellingen vroeg op de Parade. Dus ja, als kleine guppie zat ik hier al, liep ik hier al rond, zat ik in de zweefmolen en was ik lekker poffertjes aan het draaien. En op een gegeven moment ging ik er als puber ook werken. Dus dan was ik 16 en dan stond ik bij de Juicy Sisters kan een sangria te maken. Met hele zware fusten met wijn en noem maar op. En moest ik, daardoor kan ik heel goed allemaal fruitsoorten snijden. Heel snel en in verschillende partjes. Mm. En cocktails maken, by the way. Daar is mijn liefde voor cocktails denk ik begonnen. En op een gegeven moment ben ik hier ook gaan spelen. Dus ik heb hier denk ik 3 of 4 jaar gespeeld. En het is gewoon superleuk. En ik ga altijd elk jaar kijken. Sowieso bij vrienden of bij collega's. Dus vorig jaar stond Steve de Jong hier. En dit jaar staat Rickert van Huijstede er. Die heb ik ook al eerder geïnterviewd. Ik was ook laatst bij zijn Becoming Bisexual avond. Die video kan je hier terugkijken. En hij staat dus hier met zijn hele club Boys Won't Be Boys. Dat is een geweldige voorstelling. Het is een voorstelling met allemaal verschillende mensen. En ze staan nu dus in Utrecht. Dus ze gaan naar Amsterdam toe. En ik ga vandaag een beetje helpen. Want nou ja, je speelt dus sowieso 4 keer op een dag. Als het lekker weer, soms wel 5 of 6 keer. Maar goed, er moeten kaartjes verkocht worden, kaartjes gescheurd worden. Er moet parade gemaakt worden. Dus dan ga je eigenlijk zorgen dat mensen, ja, dat je reclame maakt. Dus zeggen, kijk eens hoe leuk deze voorstelling is. En daar ga ik eigenlijk vandaag een beetje mee helpen. En ik vind het gewoon heel leuk om bij deze club mensen even te zijn. Dus dat ga ik vandaag doen. En ik ga lekker poffertjes eten, denk ik. En even in de zweefmolen. Misschien nog een andere voorstelling zien. Dus dat. Dus neem jullie even lekker mee naar een nachtje parade. Rickert, schat, oh, dit. Goed hoor. Ja? Ja, ik ben een beetje boe, want ik heb dus een B. Ja, ik zak uit. Oh my god, een oordeur. Nee. Uit jouw oor. Nee! Ah. Oh, als nou weer kijkt. Hallo schatje. Kijk. Wat nee, het niet, het is kot. Oh. Ah, nee. Niet in mijn camera. Ja. Lekker dat ik heel veel zorgzaamheid voel voor hem. Ja, sinds je is en sinds je kind hebt. Ja. Doei. Ja. Anyway, doei. Leg even uit aan mij en aan de mensen. Wat is Boys Won't Be Boys? Oké, echt 5 jaar geleden of zo was ik gewoon voor mijn gevoel de enige jongen die ik kende die wel eens een jurk aan had of niet precies deed wat er van een wordt verwacht. Ja, nee. En toen voelde ik me best wel eenzaam en alleen. En toen hoopte ik een beetje van dat er misschien nog meer mensen, jongens, queer mensen zouden zijn, die ook uit dat hokje man gingen. Ja. En het blijkt dus heel veel te zijn. Heel veel mannen die allemaal het hokje willen breken. En daar zijn we nu op tour, 120 inmiddels. 120 mensen? Mensen die zijn allemaal op tour en dan gaan we mee door het land en dan gaan we dus verhalen vertellen daarover. Wat goed. Ja, ik heb het al 1 keer gezien. Ik heb denk ik 4 jaar geleden heb ik de eerste gezien. Ik heb er al een paar gezien. En het is ja, ook een soort van feest der herkenning, want ik herken mezelf natuurlijk hier ook doorheen. Ja? Nee. Nee, joh. Ik heb van de week, was ik bij het Bright Diner, had ik voor het eerst een thema was pailletten. Zij vriend van mij, schat, deze jumpsuit. Die is op de jumpsuit, ik dacht, die moet ik aan. Ja. Maar ik durfde heel erg niet. Een roze jumpsuit, ik heb het gezien. Wauw. Ja. En ik durfde eerst niet, toen dacht ik, ik heb gewoon schieterie, doe het gewoon. Ook omdat ik gewoon jou als voorbeeld zie en gewoon ook vrienden van mij dat ik dacht van girl, wat doe je moeilijk.
Je doet niet wat kwaad met Bobby. Ja, of je doet het zelf. Je doet het jezelf letterlijk niet aan om het om niet aan te doen. Toen dacht ik, dat is niet de manier. Reageerden mensen een beetje leuk? Nou, ja. Dus ik kwam binnen en ik dacht gelijk, schat. Die jurk, ik zou jumpsuit. Het is een geweldig jumpsuit. En vijf minuten later, ik denk, wie zie ik daar? Gewoon dezelfde meid en dezelfde jumpsuit. Dus ja, een meid. Dus ik dacht ook gelijk, oh, dit is dus als je niet gewoon je zwarte colbertje van de CNA daar. Nou, heb je dit soort dingen. Maar het was heel leuk. Ik vond het heel bevrijdend. Ik heb het ook overal gepost. Op Twitter kreeg ik gelijk op een gegeven moment allemaal lof, lof, lof. En op een gegeven moment kreeg ik de rest happy's. Oh, allemaal haat. Allemaal haat. Ik heb ook heel veel haat gehad in mijn hele leven. Ja. Maar alleen online dan, hè? Ja. Dus ik merk ook als ik dus in de wereld ben waar ik leef, ik vind iedereen leuk en inspireert en zo. En het is fijn. Ja. Maar inderdaad op internet. Heb je al eens gevraagd dat mensen gewoon doen? Nou, ik heb wel op straat dat het is wel een ding. Dus het is niet gevaarlijk of zo. En het is niet dat mensen en dingen gaan roepen of zo. Ja. Maar ik loop niet heel comfortabel gewoon chill even in de supermarkt. Ja, precies. Dus ik ben wel aan het kijken van, oh, ben ik veilig? Gaat het goed? Komt er niet meer op mijn hand? Met een hardbel. Terwijl ik een brood aan het kopen ben. Ja, het ergste ook, want dan ga je die profielen kijken als het online is. Er zijn altijd mensen zo dolfijn 84. En je hebt al mijn hele gek idee, want als je de andere tweets kijkt, dan denk je weer gek. Ja. Het zijn altijd van die loesjes die gewoon op hun zolderkamertje zitten. Maar kijk, ik dacht dus van, ik ben de enige. Maar nu zijn we dus niet heel veel. Ja. En voel ik gewoon super veel support. Ja. En hebben, is ook eigenlijk het beeld van mensen überhaupt veranderd. Want als ik nu een man op straat zie lopen die ik misschien eng vond, denk ik van, oh, daar binnenin. Daar gebeurt van alles. Er zit ook een lief iemand binnenin. De kwetsbaarheden, de emoties. Of course. Het is gewoon een mens natuurlijk. Met alles erop en eraan. Dus dat heb ik ook geleerd. Mijn eigen vooroordeel van mannen. Dat ze alleen maar eng zijn. Maar ze zijn ook lief en zacht. Kwetsbaar en bepaald. Maar je doet ook. Buiten dat je gewoon je honderdtaal performance hebt. Doe je ook nog. Met andere mensen, nou niet amateurs, maar met andere mensen toch? Uit elke stad en ongeveer zijn eigen. Ja, want we gingen dus door het land toe. En ik had een vooroordeel van buiten de randstad komt er niemand kijken naar onze voorstelling. Iemand uit Enschede speelde in onze voorstelling, maar nu woonde in Amsterdam. Ik was dan mee op tour, toen gingen we naar Enschede. Toen zei hij van, in Enschede, op wie moet kijken? Maar, ik kan allemaal mensen kijken. Of alle mensen die daar zaten en die keken zo naar elkaar van, hè, jij ook zo? Ja, hè? Toen dacht ik van, nou, volgens mij moeten die mensen uit Enschede, die moeten ook hun verhaal gaan vertellen. Ja. Dus hebben we in Enschede, Tilburg, Arnhem, Groningen wel lokale versies gemaakt. Die mensen zijn mee op tour en zo is het zo gigantisch groot geworden. En dat gaan we dus ook nog in het buitenland. Finland. Echt? En in Curaçao. En dan komen die mensen misschien weer naar Nederland en dan gaan we ook weer mee op tour. En nou, alles geweldig. Je bent net als RuPaul, je bent getting franchise. Ja. Boys van Wee Boy Franchise. Ja, ik ben helemaal trots op je. Ik vind het echt wel leuk. Bedankt. En ik ben helemaal zin in vanavond. Ik vind vorm van mijn namen. Hier in de tent, hè? Hier in de tent. Hier gaat het gebeuren. Ik kan het ik ga het gebeuren. Ik ga zo kaartjes scheuren. Zijn een beetje naar minder. Daar is mijn lichting. En, nou, ik ben heel erg stikbaar. Nou, ik stuur de factuur achter. En waar ga je nog meer dit? Want we spelen dus nu in Utrecht, dan Amsterdam. 18 tot 22 augustus in Amsterdam op de parade. En dan spelen we ja, wel iets van 50 voorstellingen door heel Nederland, joh. En dan eindigen we met een heel wat gezamenlijk avond in het oh, echt? Ah. In Amsterdam. Ja. En tussendoor ben ik weer terug in Nederland. Kun je die mensen weer coachen en zo. Ja, oh, leuk. Echt wel leuk. Nou, we moeten beginnen. We moeten beginnen. De performers die gaan... Oh my god. Mensen komen wel binnen ook bij mij, maar de kaarten moeten gescheurd worden. Oké. We'll be right back.
heb ik er spijt van. Maar gun me nou nog eventjes de tijd, man. Want ik zie dat het pijn doet. En ik weet hoe die pijn voelt. Maar dat je het antwoord niet bij mij zoekt. Jij je leven liever zonder mij erbij doet. Je laat me niet meer kijken. Dat je niet door mij aan het lijken. Maar jongens, spring het diepe zee besloten tegelijk. Spring het diepe, denk niet meer aan mij. En ga je weg, je eigen weg. En zo hard je kan, maar ga op weg. Eerste voorstelling. Goed. Ja. Wat zei jij zo ook? Ik zou zeggen, het ging goed. Boom. Geladen. Zou ik zeggen. Geladen, maar toch heel erg mooi. Ja. Zei. Ja, dat was ook een gast die griep niet hebben op een gegeven moment toen Lars bezig was. Haal maar op. Ja, ja. Maar ga stoppen hoor. Ja. Maar het was gewoon puur ongemak. Ja. Mensen moeten opeens voelen, dus. Heel fijn. Nee, het publiek was super reactionair. Dat vind ik echt heel nice. Hoe is het eigenlijk om zulke persoonlijke verhalen gewoon 4 keer op een avond te moeten delen? Nou ja, ik doe performance die ik heb gemaakt even op Café Theaterfestival toen ik net mijn tietjes eraf had laten choppen door Van Loenen. Ja, yeah, Van Loenen is echt great. En dat is dus typisch, was in 2018 of zo, 2019, ik weet het eigenlijk een heel slechte tijd. En dan denk ik nu zo van wauw, ik zit echt zo lekker in mijn lichaam en die performance is nu helemaal niet meer. Ik kan gewoon ook zonder emoties spelen. Zeg maar, het is niet meer dat hij mij de hele tijd raakt. Ik vond het best wel intens toen ik aan het toeren was in het theater. Dus nu is het gewoon echt fun. Ik voel het ook alsof ik hem meer geef aan mensen die zoveel je mag alles mee doen, voelen, willen. En ik vind het gewoon echt wel heel leuk om ook te doen. Ja, ik vind het ook gegeven naar de andere klas van ik ben deze persoon, dus dit is een cadeau en je mag ermee. Ja, en omdat ik dus nu iets minder zelf aangrijpend voel ik veel meer ruimte en vrijheid. Dat is gewoon lekker hapker. Ik kwam net Margot Ros tegen in de E-tent. En daar heb ik ooit 10 jaar geleden mee gespeeld bij elkaar. En die zei, Doop, ik zie je weer. Jij moet nu maar naar mijn voorstelling komen. Dus ik ga nu rennen om even de voorstelling te zien. Ik heb er heel veel zin in, want ik heb al zo lang niet gezien en gesproken. Helemaal leuk. Superleuk om Margot weer te zien spelen. Zij heeft ook een boek geschreven, want ze heeft ooit een ongeluk gehad waarbij ze een hele heftige hersenschudding heeft gehad, waardoor ze eigenlijk helemaal niks meer kon. Maar ik heb deze vrouw bijna zien spelen, alsof er nooit iets is gebeurd. Dus ik was helemaal trots, maar ik dacht, oh mijn god, toen ik het boek las, wat echt een heel grappig boek is en ook echt een aanrader, maar dat je echt denkt, als je zo'n kuttijd meemaakt, dan denk je echt, ik blijf altijd in de bed liggen, want die kon helemaal niks meer. En nu staat ze gewoon weer de sterren van de hemel te spelen. Met een energie van heb ik jou daar. Ik ga nu naar huis toe. Ik heb er helemaal genoten. Ik moet zelf morgen ook weer 2 keer spelen. Dus ik moet om 11 uur 's ochtends weer lekker in het Berenbos zijn. Maar ga dus naar die voorstelling van Boys Van Die Boys. En naar Margot Ros. Superleuk. Boys Van Die Boys speelt dus ook nog helemaal het hele seizoen door. En lekker poffertjes eten. Kannetje sangria erbij. En ik loop nu op een heuvel, joh. Nou, lijkt wel de Mount Everest. Anyway, tot snel en love the perfume. Mwah. Vergeet niet te liken en te abonneren. Het is gratis en ik vind het leuk.